Recreëren kun je leren, hè, Robert? Ja, dat kun je zeker leren. Tjonge, jonge, ja. Wat een feest. Hé? Ja. Dit is een fluisterbootje? Ja. Er zit een accu in. Daar kun je 7 uur op varen ongeveer. Je hebt dus een Brabantse tongval, ja. Dus je komt hier niet uit de buurt van Bernisse. Nee. Ik kom uit een klein vestingstadje Heusden. Ja. Ja. Hoe ben je hier terecht gekomen dan? Want je bent een pannenkoekrestaurant gestart. Ja, precies. Puur toeval. Die wou ik in Brabant beginnen. Ja. En toen zei iemand van, joh, mijn restaurant is te koop. Wil je niet eens kijken? En ik was eigenlijk gelijk om. Ja. Denk van, nou, dat is echt een hele mooie uitdaging. Er moet nog heel veel gebeuren hier op recreatief gebied. Maar de mogelijkheden, die zijn er. En als de gemeentes en de overheden meewerken, dan komen we er wel. En we hebben al mooie stappen gemaakt. Je hebt een grote stap gemaakt, voor jezelf ook persoonlijk. Hè? Ja, want absoluut. Je bent een vergadertijger geweest. Ja, dat klopt. Ja, ja. Want je werkte bij een reisorganisatie? Ja, bij een reisorganisatie. En daar was ik verantwoordelijk voor productontwikkeling en inkoop van een aantal producten. Onder andere actieve vakanties, maar ook seniorenvakanties. Dus ook wel heel divers eigenlijk. Heel goed mijn best gedaan, zo goed dat je alleen nog maar zit te vergaderen. Ja. En wanneer kwam dan het punt dat je dacht, weet je wat, ik ga gewoon pannenkoeken bakken? Toen ik er ziek van werd eigenlijk. Niet van de pannenkoeken, maar van het vergaderen. Ja. En toen dacht ik van, nee, dat gaat het me niet laten gebeuren. Ik ga nog gewoon iets leuks doen. Ik moet nog 17 jaar werken volgens de telling nu. Volgens Den Haag. Kan misschien wel weer 19 worden, maar dan zien we dan wel weer. En ik ga nog gewoon iets leuks doen. Maar wanneer besloot je dat dan? Je schoot midden in de nacht wakker, zweet op je voorhoofd? Toen ik met zweet op mijn voorhoofd naar mijn werk reed. Ja. Toen dacht je, dit gaat niet goed? Nee, ben ik gelijk naar mijn baas gegaan. Ik zei, ik ga ermee stoppen. Maar dat is een dapper besluit, zeker in tijden van crisis. Ja, dat klopt. Ja. Want het is anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden dat je deze keuze maakte. Ja. Want toen zaten we midden in de crisis. Ja, ga je toch geen mooie baan bij een reisorganisatie opgeven? Nee, ja, dat zegt iedereen. Ja. 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 Maar goed, van de andere kant, je gezondheid is veel belangrijker. Dingen doen die je leuk zijn, is leuk. Dan heb je minder medicijnen nodig, minder stress. Blijf je langer leven. En daar kies ik meer voor. En de rust vind je in de pannenkoeken? Nee, het is best hard werken, maar het is anders werken. Ja. En de fouten die je nu tegenkomt, heb je vaak zelf gemaakt. Dus die kun je ook zelf ook weer oplossen. En in grote organisaties loop je continu fouten van anderen bij te sturen. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Nou zit je zelf aan het roer. Ja, klopt. En als je dreigt in dezelfde situatie te komen met jouw eigen bedrijf, met dat pannenkoekenrestaurant, dan ga je even dit bootje in en dan ga je even genieten van de meerkoetjes. Dat is grappig dat je dat zegt, want dat heb ik alles gedaan namelijk. Ik heb 2 jaar in Griekenland gezeild. Ja. En dat was meer ongelukkig. Ik werd heel erg ziek. Ik had een eigen bedrijf, een brood- en maquetbakkerij. En mijn gezondheid liet me even in de steek, heel erg in de steek. En heb toen een compagnon aan moeten trekken die mijn bedrijf ging runnen. Toen dacht ik, wat zal ik nu eens gaan doen? Dan heb ik van mijn hobby mijn vak gemaakt, maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Uiteindelijk ben ik zo in toerisme gekomen omdat ze mijn bedrijf opgekocht hebben. Ja. Ja. En nou zit je dus, hier in Bernisse. Dus die stap kan hier, ik natuurlijk weer een keer maken. Maar ik heb niet het idee dat je dat gaat doen, Robert. Nee. Volgens mij zit je hier wel prima. Ja, ik heb hier nog zoveel te doen. En er liggen nog zoveel leuke uitdagingen. En het leuke is ook dat het in beweging komt. Het heeft echt een jaar. Ik heb hier ook een jaar lopen vergaderen. Niet iedere dag gelukkig. Maar om de zaken in beweging te krijgen. Dat ze in je gaan geloven wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ongekend veel mogelijkheden. Alleen er is nog geen samenwerking, geen homogeniteit. Hè. We hebben hier alles, we hebben fietspaden. Je kunt hier fantastisch paardrijden, je hebt wandel, water. Maar het is geen product. En als we met z'n allen er een product van gaan maken, dan zul je zien, dan ga je het heel goed verkopen. Dan zal de werkgelegenheid hier zeker gaan stijgen. En dan ben jij een rustige mens. Ja, absoluut. Ja. Ik vind dat wel een leuke uitdaging. Zullen we nog een stukje vragen? Hoe gaat hij achteruit? Ja, hij deze kant op. Dan gaat hij vooruit. Dat is makkelijker. Oh, wacht even. Nee, want nou gaan we de rietkraag in. Ja. Dus nu, dit is achteruit, hè? Dat is achteruit. Nou, dus dan moet ik even kijken. Hoe ging precies het nog weer? Precies, anders omsturen. Precies, ja. Zoals ik het nu doe, zo. Ja. Maar ik kan niet verder, Robert. Maar je hebt de lens. Ja.